Ja, Hugo Borsten, bij me na de film Willem. Wat voor indruk heeft dit op jou gemaakt? Prachtig. Prachtig. Moet iedere Rotterdammer gaan zien. En niet alleen de mensen die hem hebben meegemaakt in de jaren 60 en 70. Want daar gaat het voornamelijk over. Maar ook de jongere generatie. Willem van Hanegem was een oervoetballer, een oermens. Heel mooi om Jan Wolkers over hem te horen. Over dat lichaam van Willem. Ja, het is in één woord. Ik was echt ontroerd. En ik ben er echt een beetje nostalgisch van geworden. En wat is het allermooiste? Je zei inderdaad over het lichaam. Maar het ging niet alleen over voetbal. Willem is natuurlijk best een complex mens. Wat vond jij het allermooiste eigenlijk aan de mens van Hanegem? Vind je? Ik zou toch zeggen dat de beelden die je ziet van Willem als voetballer, ja, daar gaat het eigenlijk om. Het is een eerbetoon. De regisseur heeft een eerbetoon willen brengen. En hij zei na afloop: ik heb willen begrijpen waarom we houden van deze klootzak. Ik snapte dat wel. Want Willem is niet de makkelijkste. Niet voor zichzelf, niet voor zijn omgeving en niet voor de medespelers. Ja, het is een echte film die, als je hem wilt beredeneren, waarvan je moet zeggen, ja, geen woorden maar daden. Het is kijken. Ik wil hem echt 3, 4, 5 keer zien. Ik heb het idee dat ik nog heel veel heb gemist. Ja, prachtig. Ik ben echt niet sprakeloos, maar het scheelt niet veel. Hoe lang duurt dat nog dat elke show waar Willem ook genoemd wordt, iedereen er naartoe gaat? Waar zit dat dan in? Zijn dat die korte antwoorden, die humor die hij erin brengt? Of is hij gewoon personificatie van Rotterdam eigenlijk? De personificatie van Rotterdam zou ik niet willen zeggen. Willem overstijgt dat. Hij is wel natuurlijk ontzettend verbonden aan Feyenoord. Maar Willem is eigenlijk niet helemaal goed te begrijpen. Dat maakt de film ook wel weer duidelijk. Je kunt hem nooit helemaal snappen. En dat is ook wel het mooie. Hij is ondergrondelijk, hij is mysterieus. En zou hij als voetballer op dit moment geen enkele kans hebben om door te breken met de social media, met alle camera's die aanwezig zijn? Ja, zou in deze tijd zo'n persoon, misschien moeilijk persoon, het heel moeilijk hebben? Nee, dit is een hele domme vraag. Dat geeft niet. Social media, ja, weet je wel, what the fuck. Willem was ook nu wereldberoemd geweest. Gewoon omdat hij kon. En wat hij ook deed en wat hij ook naliet. Want hij bleef ook wel eens in gebreken of hij liet zich dom uit het veld sturen bij een belangrijke wedstrijd. Hij was zeker niet perfect. Maar als voetballer zat hij er wel heel dichtbij, hoor. Tjongejonge. Dus hij was altijd doorgebroken, in welke tijd dan ook? Man. Natuurlijk was hij altijd doorgebroken. Dit is na Johan Cruijff de allerbeste voetballer die wij hebben gehad. En daarmee doe ik geen onrecht aan de generatie van de jaren 80. Misschien moet je ook niet willen vergelijken. Iedere generatie heeft zijn iconen. Nou, direct na Johan Cruijff komt Wim van Hanegem. Man, het was fantastisch. Prachtige film. En dan als speler, nog één speler die na Willem van Hanegem nog op hem leek. In iets, als persoon of als voetballer. Of is hij echt een uniek exemplaar en is echt helemaal niemand met hem te vergelijken? Jeetje, als je Willem van Hanegem... Nou ja, weet je, je hoorde de stem van Jan Wolkers. Dat was ook een oermens. En ook een zeer eigenwijs, eigenzinnig figuur. Die zijn eigen plan trok. Willem was eigenlijk iemand die geen concessies deed. Ja, die voetballers die heb je niet meer. Die heb je totaal niet meer. En zijn columns altijd. Hij heeft altijd advies voor Feyenoord. Mist Feyenoord zo'n speler of Willem van Hanegem die bij de club betrokken zou moeten zijn? Ja, dit Feyenoord mist wel een Willem van Hanegem. Maar ook een Rinus Israël en een Henk Wery en een Over Kindval. Heel team. En een Frans Haziel.
Ja, alleen Robin van Persie kan zich aardig meten met Willem van Hanegem. En de rest niet. Maar dat is ook geen schande. Want voetballers als Willem van Hanegem die worden eens in de 50 jaar geboren. En is het niet dus eeuwig zonde dat hij toch niet bij de club betrokken is? Ja, Willem is nu op een leeftijd dat hij geen rol meer zou spelen. En hij speelt een rol. Gewoon door zijn aanwezigheid in de media, zijn column in het AD. Dus Willem speelt nog altijd een rol. En hij kan flink mopperen, kankeren, kritisch zijn. Ja, ik vraag me wel eens af, als Willem er ooit niet meer is, wie die rol moet gaan vertolken. Want hij is toch het geweten van Feyenoord. Mede omdat hij weet hoe voetbal gespeeld moet worden. Dus ja, wie er na Willem, maar laten we daar nou niet over nadenken, zijn rol moet gaan vervullen, ik weet het niet. Wil ik niet over nadenken. Laten we hopen dat hij er nog heel lang is en dat er nog heel veel documentaires beelden opduiken. Want ja, het blijft publiek trekken, dat is ongelooflijk. Willem blijft altijd een publiek trekken, ja. Deze film moet iedere Rotterdammer gaan zien. En hij is op de nationale televisie, maar als je hem nog eens een keer kan zien, en nog eens een keer, en nog eens een keer, je zult steeds meer ontdekken.